Ik vraag me af of het mijn tijd waard is. Ik mag er geen uitspraak over doen. Maar... Ja, ik denk dat ik het dan wel gewoon ga doen. We zijn zojuist onderweg naar de Markkade. Daar zou regelmatig een man slapen in een 461 gebied. Dat is een verboden gebied. Daar gaan we nou eventjes heen, kijken of we hem weer aantreffen. Onderweg rijden ze langs een straat waar veel parkeeroverlast is. Sinds een tijdje hangen er ook verbodsborden. Ons duo neemt een kijkje. Zal ik deze doen? Ja, ik pak deze wel. Ja, dat is goed. Ja, hier staan er heel vaak auto's in het parkeerverbod. Samen met de vorige wijkboa zijn we hier eigenlijk al meer dan een jaar bezig om bebording te krijgen. In dit geval een parkeerverbod. En uiteindelijk hebben ze de borden vanuit de gemeente geplaatst. En nu kunnen we er eindelijk op gaan handhaven, want het is al jaar en dag is het hier een probleem. Dan meldt zich de eigenaar van een voertuig. Zit alles goed? Welke auto is van nu? De witte bus. Oh, dan gaat mijn collega even verder helpen, die heeft hem uitgeschreven. De witte busje is van nu, hiervoor? Oké, ja, u heeft wel een bekeuring gehad. Want aan beide kanten staan parkeerverboden. Helaas. Is helaas niet anders. Mocht je er niet mee eens zijn, dan kan je een bezwaar gaan. Ja, ja, meer kan je niet doen. Volwaardig aan te doen. Kijk, dan is deze weer van nu. En dan wens ik u nog een fijne dag verder. Hetzelfde. Yes. Niks nog. Mag ik hem nou laten staan nu? Nee. Je mag hem niet laten staan. En nu gaan we naar de zwerver toe. Door naar de vermeende zwerver. Ook twee andere collega's zullen daar naartoe komen. Er is een kans dat er misschien wel meerdere personen daar verblijven. Heb je geen handschoenen? We zijn hier zojuist bij de Markkade. Dit is een verboden gebied. Hier zou regelmatig een zwerver slapen in een tentje. Die zal regelmatig terugkomen, dus vandaar dat we hier ook op controleren. S'avonds is het toch wel een tikkie gevaarlijker hier, hè? Ja, waar zou je moeten zitten dan? Precies hier achter die bosjes. Ja, hier, op dit stuk. Pas op hoor, met die steen hier. Ik denk niet dat hij dit ligt, hè? Ik denk het ook niet. Nee. Vandaag hebben we hem niet aangetroffen, wel hebben we allemaal afval aangetroffen. Hier is een afvalmelding van gemaakt, dus dit wordt ook opgeruimd. Hij zou hulp kunnen zoeken bij de gemeente als hij geen onderdak kan krijgen of als hij geen hulp heeft. Maar dat moeten ze wel zelf regelen, daar kunnen we ze wel bij helpen, maar ze moeten het wel zelf willen natuurlijk. De zwerver wordt niet aangetroffen en dus terug naar het centrum. Onderweg wordt nogmaals gestopt bij de straat waar veel foutparkeerders staan. En opnieuw is het raak. Een paar minuten geleden stonden we op precies dezelfde plek. En er zijn gewoon weer auto's bijgekomen. En onder de ruitenwissers van die auto's staan gewoon heel duidelijk de bonnen. Ja, blijkbaar hebben de automobilisten heel goed gekeken. Maar ja goed, deze gaan ook op de bon. Ook nu arriveert er een eigenaar van een auto. Hier een boete? Ja, klopt. Wist u dat niet? Nee. Loop even mee. Is het een van die huis voor jou te houden? Ja, deze. Deze? Er kwam op een gegeven moment een mevrouw te plaatsen. En die gaf aan dat zij de eigenares en de bestuurster van de auto was. En toen... Ja, dan moeten wij natuurlijk standaard procedures moeten wij gaan volgen. En één daarvan is dat die mevrouw recht heeft op een advocaat. Zeer zelden besluit iemand een advocaat te gaan raadplegen, maar deze dame twijfelt. Die mevrouw die wilde net dan wel, dan niet, dan wel, dan niet. Ik vraag me af of het mijn tijd waard is. Ik mag er geen uitspraak over doen. Maar... Ja, ik denk dat ik het dan wel gewoon ga doen. Ja? Ja, ik denk het wel. Ja, het is wat je zelf wil, hè? Het is gewoon, maar ik denk dat ik het wel ga doen. Dan kom je langs, dan leg ik het even uit. Dan bel even de gemeente op. Vraag even voor een afspraak. Geef even het nummer door wat er bovenaan de bekeuring staat. Of het nummer kan ik ook even aan je geven. Dan kom je samen met je advocaat naar het gemeentehuis. En dan eigenlijk de enige vraag die ik aan je ga stellen is... U bent niet de ander verplicht, maar zou je nog een verklaring willen afleggen... waarom je auto in een parkeerverbod neer hebt gezet? Ja, omdat het vanuit de andere kant kan inrijden. Ja, ja precies. Nee. Ja, en dat is de enige wat ik je vraag en dat is wat ik erin zet. Geprobeerd om het zo goed mogelijk uit te leggen van waarom ze het beter wel of niet kan doen. Kijk, wij kunnen natuurlijk niet zeggen wat ze moet doen. Wil je er echt nog gebruik van maken? Ja, ik weet het. Je hoeft niet te twijfelen, hè? Ja, dit is het enige wat er gebeurt en het enige wat er is. Het gebeurt niet vaak dat mensen een advocaat willen raadplegen. Vooral niet voor dit soort feiten. Vaak is dat bij gewoon zware delicten dat mensen een advocaat gebruiken. Maar goed, dit is eigenlijk, als ik het zo mag zeggen, een simpele verkeersboete. Als je gewoon betaalt, dan ben je er sowieso vanaf. En je kan ook zeggen van, ik heb hem niet nodig en ik doe wel of geen verklaring en ik zie hem wel thuiskomen. Dat kan ook. En dan kan je alsnog in bezwaar gaan. Ja, dat doe ik dat. Doe je dat? En uiteindelijk besloot ze dus om geen advocaat raad te plegen. En gewoon eigenlijk te wachten op de bekeuring en dan eventueel in bezwaar te gaan. Mevrouw besluit dus toch de advocaat te laten voor wat het is. Marino is een echte heer en assisteert haar keurig bij het uitparkeren. Kijk, perfect. Doei. Meer zien? Ga naar kijk.nl. Kijk opent je ogen.